Leider zit in de lift met allerlei programma's met BN'ers. Maar dan hebben we op het Europees kampioenschap dat maandag begint nog helemaal niks aan. Langs jou is Karin Venhuizen, de enige Nederlandse deelnemster zonder medaillekansen. 50 jaar geleden was dat ietsje anders. Nederlandse dames zoals Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra behoorden toen tot de wereldtop. In 1960 werd Dijkstra voor het eerst Europees kampioen. En het zou niet bij die ene hoofdprijs blijven. Luister, jongens, luister. We komen na een gesprek terug. De verrichtingen van zogenaamde bekende Nederlanders op kunstrijdschaatsen bij commerciële omroepen hebben voor zo'n toeloop gezorgd dat er bij clubs een ledenstop is afgekondigd. Twee juryleden bij Dancing on Ice van RTL, Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra, behoorden zo'n kleine 50 jaar geleden tot de wereldtop. Die tijden moeten terugkomen, vinden ze, en deze shows komen daarbij goed van pas. Nou, het helpt omdat je dus weer meer mensen naar je breedtesport toe krijgt. En uit die breedtesport hopen we dan talenten te vissen natuurlijk. Ja. Ja, ze zien het ook meer op de televisie, dus ze zien ook wat kunstrijden eigenlijk is. En daar komt Joan naast Sjoukje. Dat is leuk. De beide Nederlandse meisjes die elkaar feliciteren. Garmi Spartenkirchen in 1960. Voor het eerst de Nederlandse Europese kampioene, Sjoukje Dijkstra. Joan Haanappel wordt derde. Dit is het beste Nederlandse resultaat ooit tijdens een Europees kampioenschap kunstrijden. De winnende kuur van Sjoukje Dijkstra is in zijn geheel teruggevonden in het filmarchief. Voor het eerst sinds 47 jaar kijkt ze hem in zijn geheel terug. We kunnen hem met z'n allen samen gaan bekijken. Ik krijg direct al een hartelijk applaus. Ja, dat was kermis. En dan was het heel erg koud. Het was voor 15 graden. Het was buiten? En, nou ja, het was wel in een hal, maar open boven. Dus er was geen dak op. En je kan zien hoe koud het is. En anders heb ik nooit geen handschoenen aan. Maar daar heb ik echt handschoenen aan moeten doen. Het was zo koud. Aan het einde van de kuur, na de 4 minuten, waren mijn benen ook helemaal verstijfd van de kou. Wel eens teruggezien dit? Ja, stukjes. Maar dit vind ik wel leuk, het begin. Ja, en de dubbele aksel. Fantastische dubbele aksel, dames en heren. We gaan ons een beetje trots voelen. Ik weet niet hoe het met u gaat. Ja, zeer vast uitgevoerd. Deze prachtige Strauss-muziek. Daar komt een dubbele loets. Dat is een enkele loets. Ja. De spreidsprong direct gevolgd door Axel. Ah, u merkt dat het publiek heeft daar ook plezier in. Twee foutjes erin. Dat zie je wel. Daarom was het ook niet geen 6 of zo. Maar er zat toch wel vaart in. En pirouettes waren ook niet slecht. En de pasjes op de muziek leek me ook wel goed. Dus ja, ik vond wel dat de punten waar het wel waard, ja. Ja, dat hebben ze dus nu niet meer. Die zitten nu dus aan de andere kant van de balustrade. Ja. Maar vroeger zaten ze dus gewoon op het ijs. 5,8 geeft Tsjechoslowakije, dat is nog niet gegeven. 5,6 voor Frankrijk. West-Duitsland geeft ook 5,8. Engeland geeft 5,8. Hongarije geeft 5,9 maar liefst. 1/10 van het allerhoogste af. Italië 5,8. Nederland 5,8. En ook Zwitserland 5,8. Dames en heren, het zit zo goed als het maar goed kan zitten. Aldus commentator Siebe van der Zee, die, terwijl de wedstrijd nog bezig is, live een interview maakt met de winnares. Ik heb hier bij mij op dit moment, eigenlijk nog naheigend,
onze Sjoukje Dijkstra. Sjoukje, hartelijk, heel hartelijk gefeliciteerd namens alle kijkers. Ik mag dat zeker ook namens u doen, dames en heren. Met het behalen van deze Europese titel. Sjoukje, dat is toch wel fantastisch wat je gepresteerd hebt. Nou, hoe ging het? Ja? Ik ben ook erg blij. Ja, dat begrijp ik. Je hebt er echt wel in spanning geleefd de laatste dagen, want ja. We hebben allemaal weinig tegen je mogen zeggen. Ja, ik was nogal een beetje chagrijnig en zo. Als iemand me wat vroeg, dan snauwde ik ze meestal af. Nou, chagrijnig, je bent gespannen. Mijn ouders moesten ook niet in mijn buurt komen of zo. Ik moest gewoon alleen, ik kropte het meestal binnenin op. En de meeste mensen dachten dat ik niet nerveus was. Maar dat was ik wel, want binnenin gier. Maar dat vond ik heerlijk. Want ik meestal na de wedstrijd, dat vond ik verschrikkelijk. Het was net alsof je onder een koude douche stond. Dan was alles weer voorbij. Ik vond die spanning vond ik heerlijk. En ja, die drijft je ook tot de prestaties. Na het EK van 1960 is het hek van de Dam. Dijkstra wordt 5 keer Europees kampioene. Ze wint ook nog 3 keer het WK en pakt Olympisch goud. Maar het begint allemaal in 1960 met 2 Nederlandse dames op het podium. Ja, het was fantastisch. En vooral omdat Joan natuurlijk ook dan goed, ze was derde. Ik had liever gehad dat ze tweede was geworden. De 2 toppers zijn nog steeds actief bezig met het vaderlandse kunstrijden. Ja, we werken altijd ervoor. We proberen altijd dat mensen gaan kunstrijden, want het is een prachtige sport. Ja, we werken erg hard binnen de bond om het kunstrijden, een soort renaissance van het kunstrijden. En het zal nog wel een paar jaar duren, maar er zijn toch wel tekenen dat het beter zal gaan in de toekomst. Ja. En met deze beelden, dames en heren, die zo duidelijk voor zichzelf spreken, mag ik dan direct afscheid van u gaan nemen hier aan het eind van deze Europese kampioenschappen 1960. En ik zou zeggen, dames en heren, laten we met dit blije nieuws afscheid nemen van Garmisch Partenkirchen. Tot ziens, goedenavond, tot de volgende keer. De populariteit van het kunstrijden zit in de lift met allerlei programma's met BN'ers. Maar daar hebben we op het Europees kampioenschap, dat maandag begint, nog helemaal niks aan. Lakshow is Karin Venhuizen, de enige Nederlandse deelnemster zonder medaillekansen. 50 jaar geleden was dat ietsje anders. Nederlandse dames, zoals Joan Hanappel en Sjoukje Dijkstra, behoorde toen tot de wereldtop. In 1960 werd Dijkstra voor het eerst Europees kampioen. En het zou niet bij die ene hoofdprijs blijven. Luister, jongens, luister. We komen na een minuut spreek terug. De verrichtingen van zogenaamde bekende Nederlanders op kunstrijdschaatsen bij commerciële omroepen hebben voor zo'n toeloop gezorgd dat er bij clubs een ledenstop is afgekondigd. 2 juryleden bij Dancing on Ice van RTL, Joan Hanappel en Sjoukje Dijkstra, behoorden zo'n kleine 50 jaar geleden tot de wereldtop. Die tijden moeten terugkomen, vinden ze.